Welkom vanuit Amsterdam Zuidoost. Het schitterend voetbalweer is. Het dak is open en dat is goed nieuws gezien de wedstrijd die hier in de Johan Cruijff Arena op het menu staat. Bij deze wedstrijd hoort u het commentaar van Jeroen Guter en van mezelf, Siert de Vos. We hebben enorm veel zin in dit duel. Hopelijk worden we niet teleurgesteld. Het is Nederland tegen Engeland. Nou, al die supporters op de tribunes, die gun ik een spannend en meeslepend duel. En trouwens, onszelf ook. En met deze elf gaat de thuisploeg de wedstrijd beginnen. Het ziet eruit als een heel klassiek 4-4-2 systeem. Dat klopt, zie je het. De coach van de bezoekers gaat met deze basiself van start. De trainer van deze ploeg maakt er geen geheim van dat hij wil gaan aanvallen. Anders zou je niet voor 4-3-3 zijn gekozen. Dat lijkt me ook niet, nee. Een interessante formatie, dat wel, met een vrij compact middenveld. Engeland heeft inmiddels afgetrapt. De bal is hij kwijt naar die tackle. Alleen de doelman nog voor zich. En een schitterende stoekduik van de doelman. De bal komt voor het doel. De bal wordt geraakt. De doelpoging wordt tegengehouden. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Altijd lekker. En een opwarmballetje voor de keeper. Klem vast. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Zonde om zo de bal kwijt te raken. Aanval van het Nederlands elftal. Knap hoor, hoe hij die bal verovert. Richetli Bazour. Bal naar de spelers in het centrum. Hij gaat over de achterlijn. Ze krijgen een hoekschop. Voor het doel gegeven. Oh, dat is een wild schot. Laten we het daar maar bij houden.
Nederland gaat in aanval. Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Overtreding van Oranje. En de scheidsrechter blaast op zijn fluitje. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. En weggewerkt, deze inkomende bal. Michetli Bazour. De bal wordt voorgezet. De bal wordt ingeleverd. Mooi trucje zeg. Circus Koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. Ze komen nu dichterbij. Bal kwijt aan de tegenstander. Die daarmee het gevaar bezworen heeft. Goed hoor dat hier voordeel wordt gegeven. Nou, maak hem dan maar voor de voorsprong. Redding. Bal nog binnen de lijn. En ze weten het gevaar te bezweren. Er ligt een counter op de loer. De scheidsrechter fluit voor die overtreding van het Nederlands elftal. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé hey Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen hoor. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Die voorzet wordt onderbroken door een tegenstander. De bal werd aangeraakt, dus het wordt een hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. Nog steeds gevaarlijk. Daar schiet hij op doel. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Hij past echt precies via de onderkant van de lat het doel in. Ja, daar moet je ook wat geluk bij hebben. Voor hetzelfde geld ketst de bal er weer uit. Terug het veld in. De score is geopend. Het is 1-0. Nummer 18. Taichan. Verkopen met de bal aan de voet. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Gaan we nu een counteraanval zien? Ze kunnen het nog afmaken. Ja, die tellen we hoor. En ze leiden nu met 2 doelpunten verschil. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De bal wordt afgepakt. De speler wordt geholpen. Jean-Paul Boetius.
Ja, van dat soort dingen kan ik echt genieten. Prachtige duik van de keeper. En het gevaar is geweken. Bal naar het midden. Zo zegt hij, was een heel aardige kans, maar hij maakt hem niet. Ja, de doelman kon hem uiteindelijk makkelijk pakken. En dan er wel van heel dichtbij. Nederland gaat in aanval. Bazour. De doelman met een makkelijke redding. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. Wat een loopactie. Ja, er wordt daar vakkundig gecombineerd en er wordt gekeken of er een opening ontstaat. Hij moet hem maken. Als die er was ingegaan, was de achterstand nog maar één doelpunt. Laten we wel zijn, dit was toch een niet te missen kans. Hij mist hem. Joshua Brenet. Tahit Chong. Daar komt de voorzet aan. Oei, slordig weggewerkt. Dat hebben ze toch weer mooi opgelost. Bijna rust hier. De thuisploeg gaat 4 aan kop. Nou zie je het, zijn ogen vandaag zo scherp. De loopacties, de passing, de kansen die gecreëerd worden. Ja, het ziet er allemaal heel goed uit. En dat leidt dan tot een heel mooie voorsprong. Als ze nu schakelen, is een counter mogelijk. Naar de speler die vrij staat. Een dramatische voorzet. De bal gaat achter, doeltrap. Deze speler heeft nog geen stempel weten te drukken op dit duel, Jeroen. Ja, dat kunnen we toch eenvoudig vaststellen. De conclusie is natuurlijk wel dat voor een aanvaller van zijn kaliber hij zich heel weinig laat gelden. Zijn team staat achter. Het is echt aan hem om in stelling te komen en het doel te bestoken. En een schot op doel. En met dat doelpunt is het verschil nu 3. 3! Haha, wat een luxe zeg! Lekker hoor, ja lekker. Mooi om het nog eens een keer terug te zien. De tegenstander heeft geen vat op hem. En dan creëert hij eigenlijk de kans voor zichzelf, die hij ook nog benut. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Een grote kans hoor. Je begrijpt het goed in. 2 minuten blessuretijd. Maar er komt hulp aan. Bichetli Bazour. Raak! En zo blijven ze uitlopen. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ze staan inmiddels 4 treffers voor. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Bichetli Bazour. De scheidsrechter fluit en maakt zo een einde aan deze eerste helft.
waarin er maar één ploeg is die aanspraak lijkt te maken op een zege hier vandaag. Oranje op voorsprong na de eerste drie kwartier. Kunnen ze die voorsprong nog verder uitbouwen? De medespelers in het midden gegeven. Daar verspeelt hij de bal. Hier moet toch een counter mogelijk zijn? Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Alleen de doelman nog voor zich. En weer een doelpunt. Ze gaan maar, Tori. Ze maken de ene naar de andere treffen. Fantastisch gewoon. Ja, en dan heb je altijd mensen die zeggen... Ja, maar het is maar een game. Het is maar een game. Nee, het is gewoon FIFA. Probeer het maar eens thuis. Doelpunt 5 tegen 0 alweer. Het klasverschil is duidelijk. Dit moet het doelpunt worden. Oh, nog een kans om het goal. De doelman zit ertussen. Oh, wat een ongelofelijke kans. Die had erin gemoeten. Maar ja, ook sterk gekiept hoor. Zo, deze statistieken mogen er zijn hoor. Ik ben onder de indruk. Ze vallen voortdurend aan en... Oké, niet elke kans kan raak zijn, maar ze hebben er ook wel een paar ingeschoten. Kan een doelpunt worden. Twee woorden. Uitstekend keeperswerk. Ja, van zo'n korte afstand moet je over snelle reflexen beschikken. En dan kan een speler van de bank proberen indruk te maken. De bal komt voor het doel. Ja, dat leek een doelpunt te worden, maar de bal wordt vlak voor de doellijn gekeerd. Ja, dat is wat je noemt een puik. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Blijf gevaarlijk. Knausen, waar is die doelman? Hier volgt een politiebericht. De politie is op zoek naar een doelman. Ja, hopla, doelpunt! Ik heb echt geen idee wat ze er achterin allemaal aan het doen zijn. Moet je kijken, het doel helemaal open. Ja, daar weet die speler wel raad mee. Een monsterscore inmiddels. 6 tegen 0, afgetekend. Roberts. Ruimte op de flank daar. En een mooie kans. Ze zijn nog niet aan de problemen daar. Nou, dat is ook weer opgelost. En dan komt de voorzet. Nee, dat is stordig gedaan. Bazour. Oh, en ook die zit. Haha, jongens. Ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Dit doelpunt komt eigenlijk voort uit het collectief druk zetten op de tegenstander. Want doordat er heel weinig ruimte is op het veld, raakt de ploeg de bal kwijt. Kan die worden overgenomen? Ja, en ontstaat die kans met als gevolg het doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Het kan nog. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman.
Balbezit. Al vroeg veroverd. Bogeret. Spel loopt verder. Zo, weer een redding. Ah, maar ja, deze was een stuk makkelijker. Ja, maar die inzet van daarvoor, hè, die was ontzettend gevaarlijk. En wat knap, wat die keeper daar deed. Goed van de bal gezet. Hij krijgt hulp. Tahit Chong. Bal voor de pot gegooid. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Zo doe je dat als je de perfecte voorzet wilt geven. Goede richting, goede snelheid. En vervolgens lijkt die speler hem hard binnen te werken. Maar doet hij het anders? Hij verrast de doelman met een lepenvol. Prachtig afgemaakt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Alleen de doelman nog voor zich. Zo, wat een boeien zeg! Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. En de coach ziet reden om te wisselen. En ze krijgen de bal weer. Sanko. Hij blokkeert de bal. Lekker geraakt die bal. Haha, niet op doel. Hoewel, het scheelt weinig. De coach gaat wisselen. We hebben nog 20 minuten te gaan. Hij gaat verder. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Zoekt naar een vervolgactie. Tackle in het eigen doelgebied. En dat is een mooie sliding van die speler. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ja, hij maakt hem en dat is zijn tweede vandaag. Dus een dag kan niet meer stuk. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. En hij komt eruit met de bal. Doelpunt voor het Nederlands elftal. Oh Jeroen, deze goal wordt ingeleid door een knappe individuele actie van deze speler. Die de verdedigers afschudt en oog in oog komt te staan met de keeper. Nou, dat is toch wat te smullen. Zo'n knappe dribbel. En dan ook nog mooi afgerond. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt.
Zo komt hij in balbezit naar een sterke sliding. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En hij maakt gewoon zijn derde. Haha, wat een geweldenaar is dit toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Ja, zie het, hier kon op wachten. De hat-trick. De verdediging slaagt er maar niet in om hem in bedwang te houden. En dan krijg je dit. Wat heeft hij het op zijn heupen, zeg. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Hij pakt de bal af met een sterke sliding. Ja, en nu scoren. Lekker doelpunt. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Komt ie! En vast die bal. Daar gaat het balbezit. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Daar krijgt hij ruimte op de flank. Deze kan erin. Hij mist. Oh, van dichtbij zeg. Wat een mooie kans was dat. Ja, inderdaad. Zie je het. Hij probeerde de bal te plaatsen, maar hij belandde niet in het doel. Simpel verspeeld door een mislukte paas. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Goed opgelet door de keeper. Voor het doel gebracht. Kleine dreiging uit van die corner. De doelman met een makkelijke redding. Hij stelt de bal in verzekerde bewaring. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. En we spelen nog 4 minuten door in de blessuretijd. De speler verovert de bal met een uitstekende sliding. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Knal, boom, raak, koekoek, de goal voor Oranje. Moet je nou toch kijken, zie je. Hoe hij de bal raakt, wat een knal. Ja, dit is een dodelijke combinatie van richting en van kracht. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. En de bal als een wandelend fort. Sterke actie om de bal. De bedoeling was om door te laten spelen, maar dat levert toch geen voordeelsituatie op. De scheidsrechter waarschuwt die speler wel, maar geeft geen kaart. De wedstrijd zit erop, het thuispubliek juicht, want de zege in eigen stadion is een feit. Nou, dit is nou, zoals je dat mooi omschrijft, een klinkende zege. Ze hebben op alle fronten laten zien wie de baas was op het veld. Gewoon uitstekend gespeeld.